Nou gaan we het beleven. 10 minuten voor 11:30. Hij was afgelopen week jarig. Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Wiebedebiep, hey! Wiebedebiep, hey! Wiebedebiep, hey! Ik zie verdacht weinig gebak. Ja, maar als ik gisterjarig ben, niet vandaag. Nou, je hebt er gewoon wat over. Nee, ik zag een keer bij ons op de camping in Limburg. Ja, nou. En ja, goed, ik moest vanmorgen heel vroeg vertrekken. Ja, maar de kuttings. Kom ja, dus ik heb een reden en ja, ik heb nog gezocht en gedaan, maar ik kreeg iets gevonden. En ik dacht, ja, dan moet ik ergens komen te laten ben. Dus helaas, sorry, volgende keer. Anders kom ik te laten. Jij zal zo zwakker worden met mij hier. Ja, dan ben je de eerste vent van deze aardkloot die dat voor me aangeeft. Dat kan je toch niet zeggen. Ik moet er iets zeggen. In de studio meegekomen met Tina Drucker, natuurlijk onze eigen. Johnny Slevers. Johnny, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we heel eerlijk zijn. Gisteren was je jarig. Heb je een beetje goed gevierd? Heb je, dat je denkt van, nou, ik voel hem nog wel? Nou, nee, valt wel mee. Zoals ik zei, wij zitten op de camping, want de kinderen hebben herfstvakantie. Ja, ja. Morgen gaan we wat terug naar huis. We hebben okay. Een ben. Dus we hebben er gelijk een weekje van genoten. Alleen op de camping is het heel erg rustig. Ja. Het weer is ook niet zo heel geweldig meer. Nee. Dus gisteren met een mannetje of 10 hebben we in de voortent gezeten met elkaar. Ja. Ik heb die snack weer uit eten. Oké. Okay. Dus, en dan gewoon daarna nog een hapje, een drankje. Hapje en een drankje. Kinderen in de bed. Kinderen in de bed. Lekker. Gewoon een avondje eventjes voor jou. En, lekker rustig. Ja. En een moedende vrouw, zoals ze dat een mooi pleegje noemen. Ja, ja, toch? Ja, hoe oud ben je geworden? 35. Oh, die ziet er geen valt om mee. Ja, ik droog alleen maar middels wel op, hè. Dus je leeft echt. Oh, maar kijk naar mij, kijk naar mij. Ik heb, oh. Ja, joh, ik heb alles aan de verbouwde botox. Ja, ze noemen me hier in Waalwijk Benny Botox. Benny Botox? Benny Botox. Oh. Ja, mijn lippen zijn opgeblazen en... Wat zeggen ze dan? Ja, nou ja, goed, ze zien er goed uit. Ja. Oh. Er zijn nog bepaalde andere dingen aan mijn lichaam die ik op heb laten blazen, maar daar ga ik het niet over hebben. Dus puur privé. Dan houden we dat zo. Ja, maar ik heb nog niet meer botox gedaan hoor. Ook geen botox, nee, nee, we hebben zo'n. Ik heb een pomp ervoor en dan een aggregaat in mijn slaap. Voilà. We dwalen af. Ja. Sorry, nieuwe single. Jij blijft mijn kleine meid. Klopt. Ja, wat lief dat je dat zingt over Tina. Ja, lief, hè? Ja, zo ben ik. Ja, toch? Je hebt het al geschreven, Tina. Ik heb geschreven. Ja, toch? Ja. Schrijf je veel voor Johnny dan? Altijd. Altijd? Ja. Ja, dat is een match die doet het goed, hè? Want ik zie jullie vaak heel vaak samen, ook bij cd-presentaties. En dan zie ik jullie toch wel... met de regelmaat van tijd, dat jullie met z'n tweetjes zijn, met z'n drietjes. Ja, plug en promoten sowieso vaak wel. Mm-hmm. Kijk, ik heb natuurlijk een ander publiek dan Tina dat heeft. Ja. Maar ja, we steunen elkaar wel ook wel. Als we tijd hebben, dan gaan we gewoon met elkaar mee. Ja, ik steun hem altijd. Dus, ja. Je om een beetje in de actualiteit te blijven, je vertoont nog geen haarscheurtjes. Nee. Als steunbalk? Nee. Ja, waar gaat die over? Ja, ik kan hem invullen natuurlijk. Ja, over mijn dochtertje. Ja, oké. Okay. Maar... Ja, een aantal maanden geleden zat ik op YouTube met een kids op de bank. Want ik heb een dochter van 6 en een zoon van 9. Ja. En ik heb een jaartje of 7 geleden heb ik een keer een liedje gemaakt over mijn zoon. Met een gelijknamige titel, Mijn Zoon. Ja. En ja, als meemtje zien dan zo door beeld in kruipen. En ja, goed, er zat mijn dochter mee te kijken. Die zei van, pap, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik wel. Ons tijdje ook niet overleggen maken. Ja. Ja, heb ik groot gelijk. Dus ik heb de idee overlegd met management en jij stond er volledig achter. En vandaag heb ik de opdracht gegeven aan Tina Drucker om naar de leuke tekst te gaan. Hij gaf de opdracht. Hij maakt het licht niet uit. En dat is wel fantastisch, moet ik zeggen. Ja. Maar je maakt het licht nog niet uit zonder de opstelling van Tina. Hij gaf de opdracht. Laat ze zingen wat ik Johnny, we geloven je. Ja? Ga door. Ik ben ook heel overtuigd over van mezelf. Ja, echt. Zeker de lach daarna. Nee, ja, en eigenlijk ging het heel snel. Waarbij ik gezegd, ja, waar zou het over moeten gaan? Ja, jonge meid. En op een gegeven moment moest je het toch een keer loslaten. Mm-hmm. Dus het was ook het thema, de rode draad van het liedje. Ja, maar hoe oud is je dochter als ik vraag? 6 jaar. Oké, okay, nou, daar heb je nog wel eventjes vasthouden natuurlijk. Hè? Ja, precies. Hey, deze bizarre wereld. Ja, daarom. Ja, toch? Ja, ze zijn snel groot, hè? Heel snel. Iedereen waarschuwt me van, voor het weet, dan zijn ze de deur uit. Heel erg snel, ja.
Dus ja, het leek me een heel mooi thema. Blijft lekker dicht bij jezelf. Okay. En ik vond het ook wel tijd om een keer een mooie gevoelige ballad op te nemen. Mm-hmm. De laatste singles waren we vooral op tempo. Ja. Om een keer te variëren. Okay. En nou goed, vervolgens in de studio een heel mooi arrangement omheen gebouwd. En dat is, jij blijft mijn kleine meid geworden. Geweldig, we gaan naar luisteren. Ja. Mooi. Hey, tot slot, jou ga ik het wel vragen. Waar ben je te vinden op de sociale media? Overal johnnyslegers.nl, ja. Facebook uiteraard. Mm-hmm. Ja, Google mijn naam en dan kan het eigenlijk niet mis. Okay, Johnny. En ook op de website natuurlijk van management.info@onroodmusic.nl. Onrood. We zijn weer onrood. We zijn weer onrood. Ja, toch? Johnny met J-O-H-N-N Grieks I. Ja, en Slegers met dubbel E. Klopt. Helemaal goed. Kerel, reuze bedankt voor het meekomen met Tina. Natuurlijk voor het brengen van je nieuwe single, want we gaan hem met veel plezier weer draaien. Maak geen vreemden van jezelf. Ja, als je de oplossing weet, Tina, dan hoor ik jou ook graag voor het probleem. Ja, misschien ik hoop dat anderen de oplossing ook vinden. Ja, nou ja, misschien dat we de politiek nog een handje kunnen helpen. Ja, wie weet. Ja, toch? Voor maart. Ja. Ja, voor de hele enge dingen gaan gebeuren. Ja, toch? Ja, dat hopen we wel, ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Jij ook weer, dankjewel. Tot volgend jaar met je verjaardag. En dan geen kersenvlaai meenemen, die heb ik al op. Ik zal het noteren. Ja, ook niet van die waar die velletjes aan zitten. Hoe heet die troep? Abrikozen. Ja, noem maar lekker mokka gebakken. Helemaal lekker. Goed. Ja, mokka? Mokka fly en rijst gaat ook hem. Lekker. Wat doe jij er, Marjan? Ik niks. Ja, moet jij helemaal, mag ik dan Marjan een stukje? Tuurlijk. Kun je dat onthouden? Ik onthoud het wel, ja. Ik vind mokka lekker. Dus, dan komt het helemaal goed. Zo godverdorie verzekerd dat je in een jaar vrij moet gaan plannen wat je met je verjaardag doet. Zo lief, zo klein, zo zacht kwam jij in mijn leven. Al mijn liefde zal ik voortaan aan jou geven. Ik weet nog hoe je in mijn armen lag. Jij was het mooiste wat ik zag. Papa was het eerste wat je zei. Ik wist dit meisje hoort bij mij. Mijn lieve kleine meid, ik ben zo blij dat ik je vader mag zijn. Jij bent waar ik voor leef, waar ik om geef. Ik zal er altijd voor je zijn. Eens moet ik jou laten gaan, om op je eigen benen te staan. Ook al vliegt de tijd, jij blijft mijn kleine meid. Soms als je slaapt fluister ik dat ik van je hou. Dan hoor ik zachtjes zeggen, papa, hou ook van jou. Ooit zal een ander in jouw leven zijn. Ik weet dat doet me dan pijn. Dan zul je eens van huis weggaan. Maar mijn hart blijft openstaan. Mijn lieve kleine meid, ik ben zo blij dat ik je vader mag zijn. Jij bent waar ik voor leef, waar ik om geef, ik zal er altijd voor je zijn. Eens moet ik jou laten gaan, om op je eigen benen te staan. Ook al vliegt de tijd, jij blijft mijn kleine meid. Ook al vliegt de tijd.
jij blijft mijn klein.